De voetbalclubs binnen de gemeente Tiel, TEC, Teole, RKTVC en VV Waddenooi zijn flink geschrokken van de uitzending van Zembla. In het programma wordt verband gelegd tussen het rubbergranulaat dat gebruikt wordt op de kunstgrasvelden en leukemie en lymfeklierkanker. De gemeente Tiel heeft inmiddels een brief gestuurd naar de clubs waarin ze aangeeft de vinger aan de pols te houden en de onderzoeken van het RIVM afwacht. De voetbalclubs beraden zich over eventuele maatregelen, maar blijven in tegenstelling tot andere clubs in het land voorlopig wel voetballen op de kunstgrasvelden.